Hou je ervan dat het vooruit gaat en hou je ook wel van sneltoetsen? Wel, we gaan even kijken hoe in InDesign je voor elke functie een sneltoets kan toewijzen. Bij InDesign moet je hiervoor in het bewerken menu zijn of het editen menu. En dan gaan we hier voorlaatste item naar de keyboard shortcuts. En hier begint het al. Je zal waarschijnlijk met de default set zitten. De eerste keer dat je een sneltoets zelf hebt customizen, dan ga je dat sowieso moeten opslaan onder een nieuwe naam. Dus dat kan je even goed nu al even doen. Een nieuwe set. Dan gaan we even gaan kijken naar een gewone naam. Dus zo. En dan gaan we onze functies gaan zoeken. De product area, daar start het mee. Je moet een specifieke categorie kiezen. Bijvoorbeeld de menu items bovenaan. Die vind je hier als allereerste. En daaronder een pak andere dingen. Functies die je vanuit een andere weg kan benaderen. Ik ga even een zeer goed voorbeeld geven. In het objectmenu bijvoorbeeld, daar staat om te beginnen alles mooi alfabetisch. En dan hebben we hier arrange, dus dat staat bij mij redelijk vooraan, omdat ik in het Engels werk. Nu daar staat bring to front bijvoorbeeld, staat daar shift plus command plus vierkant gaakje sluiten. Nu, dat is geoptimaliseerd voor een QWERTY-toetsenbord, maar dat zal niet werken op een Belgische AZERTY. Voor mensen die zich al altijd afgevraagd hebben, waarom werkt dit niet? Dat is dus daarom. Deze sneltoets is sowieso gewoon niet bruikbaar, dus we gaan gewoon een nieuwe maken. Daar kan je een combinatie gebruiken van de normale sneltoetsen. De modifier keys zijn dus Ctrl-Alt. Shift of Command, Option, Shift, voor de Mac-gebruikers. Daar even een voorbeeld. Ik probeer Command M. Er zal onmiddellijk feedback zijn. Wordt die al gebruikt of niet? En dan wil je waarschijnlijk inzoeken die unassigned is. Handige tip voor de mensen die een Mac hebben. Er is ook een controltoets op de Mac, die is nog nergens aan gebonden en je kan gewoon die combineren met een toets. Zal je zo goed als altijd kunnen een combo vinden. Ik gebruik gewoon nu Ctrl M, dat is niet per se goed. Ik ga ook voor de logica, de home toets, de end toets en de page up en page down gaan zeer goede zijn voor alle arrange functies. Het is maar een tip. Dus bring to front. Je zou Ctrl plus Home gaan gebruiken. Zeker bevestigd met Assign. Vind je dat die andere daar ook niet meer hoeft te staan, kun je die ook gewoon verwijderen. En op zich was dat niet echt een probleem, maar ik hou het graag proberen. Zo kan ik nog een paar voorbeeldjes geven. Bijvoorbeeld in het objectmenu terug hebben we ook nog... ik ga even naar het Viewmenu. Daar hebben we... fit functies, fit spread in window of fit page in window. Ook hier dezelfde bemerking, ook geoptimaliseerd voor een QWERTY toetsenbord, maar niet voor AZERTY. Als hier staat option plus command plus 0, daar is een groot verschil tussen de nultoets en de numerieke nultoets. En de numerieke nultoets is die op je numeriek toetsenbord. Daar zou dan num 0 staan. Dit gaat om een gewone 0. Degene die je bovenaan je gewoon klavier zou zien staan, die bestaat niet op een AZERTY, want daar staat een A met een accentje op. Dus ook hier, die kan je dan gewoon even veranderen. Kies daar gerust een nieuwe sneltoets. Heb je bijvoorbeeld, werk je grondig met stijlen, dan ga je hier niets in het menu terugvinden, maar dan zou je bijvoorbeeld naar de panel menus kunnen gaan. Dan zoek je bijvoorbeeld paragraph styles. Even daar vlug naartoe. En je wil een sneltoets voor
de overrides clearen op de paragraph styles. Geen probleem, hè? Dus die vind je in de panel menus product area. Wil je de tools, ook een zeer handige tip, de view setting, toggle view setting van default naar preview. Dat is de welbekende W-toets. Als gevolg, mensen die nog aan het typen zijn en dat vergeten, die hebben dan wat getypte W'tjes in hun document. Je kan het gerust vermijden. Je leert jezelf die sneltoets af. En je maakt een andere, ik doe nu Ctrl-W op de Mac, is unassigned. En hiermee zal ik nooit een W nog kunnen typen. Dat zal gewoon mijn view toggelen. Dus dit is een veiligere optie. Goed, ik kan er ongetwijfeld nog veel meer over vertellen, maar ik hoop je hiermee op weg gezet te hebben. Maak daar gebruik van. Het is een geweldig iets om te gaan gebruiken. Het kan je workflow enorm versnellen. Ik hoop dat je er veel aan gehad hebt en tot een volgende video.